Welkom bij het allerleukste YouTube en podcast kanaal voor ondernemers, 7D-TV. En leuk dat je kijkt of luistert. Zoek jij als ondernemer goede mensen voor je bedrijf, dan kan het faciliteren van zogenaamde workations wel eens een gouden idee zijn. In deze aflevering alles over wat het is en waarom het zo populair is. Ooit haalden we nieuwe collega's binnen met mooie leaseauto's en iPhones. En die tijd is volgens mij wel voorbij. Maar in de huidige war for talent is het dus wel heel handig om te zoeken naar andere mogelijkheden om talent binnen te halen of binnen te houden. En workation, dat is er eentje die super populair aan het worden is. En in deze aflevering iemand die daar alles vanaf weet en het ook met volle teugen aan het doen is. En dat is Alieke. Alieke, welkom. Dankjewel. Alieke Ingerman, wat voor werk doe je eigenlijk om te beginnen? Ik ben event manager. Ik ben al zo'n 12 jaar actief in de eventbranche en ik organiseer zakelijke evenementen. En dat klinkt als best wel iets fysieks. Ja, dat klopt. Ja. Maar gelukkig niet elke dag. Aha, ja. Hey, workation, hè? Er wordt veel over geschreven en er is veel gaan nu. Wat is het voor jou? Ja. Het is werken vanuit het buitenland. Eigenlijk niet meer en niet minder dan dat. Het is een combinatie natuurlijk vanzelfsprekend van de woorden work en vacation. Mm-hmm. En daar zit het tussenin. Het is werken vanuit het buitenland. Overdag ben je lekker aan het werk. 'S avonds geniet je van vrije tijd en ga je op pad. En wat trok jij daar zo in aan? Nou, ik ben nogal reislustig aangelegd. Ja. En dat gaat af en toe best lastig als je ook een baan wil hebben. En niet per se digital nomad door het leven wil gaan. Dat je helemaal geen vaste werkplek hebt. Mm-hmm. Een paar jaar geleden ontstond toen het idee om met de werklaptop vanuit het buitenland te gaan werken. En dat is wel goed bevallen. En workations geven je gewoon heel veel vrijheid zonder dat je je vastigheid op hoeft te leveren. Maar waarom? Je kan toch ook gewoon werken en dan is het vakantie. En dan ga je met vakantie en dan ga je daarna weer werken. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Maar het kan ook anders. Maar wat is er zo fijn aan die combi dan? Het fijne is dat je niet meer zo beperkt bent. Kijk, normaal als je in loondienst bent, dan is denk ik bij 9 van de 10 mensen het aantal vakantiedagen een issue. Mm-hmm. Je hebt er nooit genoeg. En daar moet je het mee doen met meestal 25, zoiets per jaar. Dat is het dan. Hm. Nou, als je dat een beetje spreidt, kan je 2-3 keer per jaar eventjes weg. Maar dat is het dan ook wel. Wat voor types zoals jou is dat te weinig? Dat kan ik niet aan. Nee. Ja. Nee, ik vind dat best wel jammer. Ik vind reizen echt fantastisch. En de enige andere manier om veel te kunnen reizen is onbetaald verlof. Of switchen van baan en daar wat tijd tussen nemen voor jezelf. Mm-hmm. Maar die behoefte heb ik niet zo. Ik heb het naar mijn zin waar ik zit. Ik vind het fijn om in loondienst te zijn. En het is gewoon een mooie aanvulling als je op deze manier weg kan. Mm. Want jij werkt voor Frankwatching. Klopt. Kun je het bedrijf eens een beetje schetsen? Hoeveel mensen werken er? Er werken inmiddels 50 man. Wat eigenlijk niet zo heel veel mensen weten. Want achter de schermen is de club best wel groot. Mm-hmm. De meeste mensen kennen Frankwatching denk ik wel van alle artikelen die we publiceren omtrent marketing. Mm-hmm. 18 jaar geleden is Frank een blog begonnen over marketing. Nou, dat is ineens met 50 man nu best wel groot geworden. En we schrijven gewoon heel veel over marketing. We organiseren daar trainingen, online cursussen met onze academy voor. En doen daar ook evenementen over diezelfde onderwerpen organiseren we daarvoor. En jij loopt met zo'n idee rond en jij leest eens wat over workation. En je denkt van nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. En dan ga je naar Frank, want Frank is nog steeds de baas. Hè? Of tenminste de leidinggevende of de eigenaar. Of ze zijn toko. Wat zei die? Is goed. Niet meer, niet minder, ja. Nou ja, het is bij Frankwatching best wel normaal om locatie onafhankelijk te werken. Ik denk dat het kantoor van Frank eigenlijk pas, nou volgens mij, als ik de verhalen zo altijd hoorde, pas 10 jaar nadat hij bestond, dat er überhaupt een kantoor kwam. Ja. Toen werkte iedereen ook al vanuit huis. Mm-hmm. Er was toen ook een collega die werkte vanuit Duitsland. Ik heb zelfs gehoord dat vanuit Amerika. Dus het was al niet zo traditioneel in die zin dat iedereen bij elkaar moet zitten op dezelfde plek en that's it. Vanaf dag 1 dat ik daar binnenkwam, was het al heel normaal om thuis te werken. Je was op kantoor als je daar wilde zijn of moest zijn.
Maar het was heel flexibel. Dat is het altijd al geweest. We hebben Frank de werkgever, maar we hebben ook 50 collega's. Wat vinden die ervan? Die doen het ook. Allemaal? Nou, degene die het willen. Ja, 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 dus, ja. Ja, ja, dus er is geen jaloezie van, oh jij lekker in Spanje, nee. En ik zit hier. Nee, nee, nee. Ik heb één collega, die is vorig jaar, dat is echt de avonturier van ons. Die is door Bosnië op pad gegaan. Ik heb een collega die een gezin heeft, dus die heeft minder de flexibiliteit. Maar die is met haar man samen en kids die nog niet naar school hoefden, een maand naar het buitenland gegaan. Ja, iedereen die het wil en kan, bedoel, het moet kunnen natuurlijk vanwege je thuissituatie, die kan gaan. Veel jonge mensen hebben jullie. Ja. Je bent zelf jong. Maakt dit Frank Watching een interessantere werkgever doordat dit kan? Absoluut, ja. Ik merk sinds ik veel ben gaan publiceren hierover dat ik ook heel veel berichten krijg. Dat zijn veel al best wel jongeren. Mm-hmm. En dan jongeren rond 20, 30. Ja, dat is wel een doelgroep die dit heel erg aanspreekt. En ik denk sowieso dat de arbeidsmarkt op dit moment zodanig is dat je echt wel moet opletten als werkgever zijnde dat je interessant bent. En dit is zeker iets wat je heel interessant maakt. Ja. Ja. Zou het bij elke organisatie kunnen? Nee. Nee, het is niet voor iedereen mogelijk. Dat, daar komt wel een stukje jaloezie kijken. En dat voel ik me af en toe als ik iets plaats ook wel een beetje, is dat een dubbel gevoel. Dat er mensen zijn niet die... iedereen kan dit doen. Nee. Nee, als jij een baan hebt waarbij je in een ziekenhuis werkt, ja, dan kan je niet remote werken. Als je achter een machine moet staan, dan kan dat niet. Nee. Maar de doelgroep die ik aanspreek zijn meer marketeers, persoonlijk assistenten, coaches, die kunnen allemaal remote werken. Ja, ja. Dus er is wel echt een hele grote groep voor wie het wel kan. En zeker voor wie de afgelopen jaren is gebleken dat dit kan. Je bent naar Spanje vertrokken. Ja. Schetsen ze gemiddelde werkweek? Kijk het aan. Ja. Ja. Nou ja, ik heb ervoor gekozen om op vaste dagen te gaan werken. Er zijn natuurlijk ook heel veel werkgevers die heel flexibel zijn. En kijk maar wanneer je werk doet, als je het maar goed doet. Mm-hmm. Ik hou wel van een beetje stabiliteit en structuur. Dus ik heb gewoon mijn vaste werkdagen. En ik werk redelijk gewoon van 9 tot 5. Dat 9 tot 5 heeft er ook wel mee te maken, vind ik, dat je op moet letten wanneer je collega's aan het werk zijn. Wij hebben over het algemeen best wel veel meetings, we overleggen veel. Ja, dan moet je dat toch op tijden doen dat iedereen er is. Mm-hmm. Dus het is redelijk standaard werkdagen en altijd wel tussen 9 en 5 in grote lijnen. En dan? Ja, begint om 9 uur, mijn ontbijtje, vervolgens lunchen ga ik meestal wel buiten de deur doen, want dat is wel erg aantrekkelijk om ergens even lekker te lunchen. Ja. Dus dan ben ik eventjes op pad. Als het gaat, als ik meetings heb, dan is het ook gewoon een simpel broodje. Ik bedoel, anders groeien ook dicht. Dat is ook niet heel erg de bedoeling. en om 5, 6 ben je klaar, laptopje dicht. Nou ja, het zonnetje schijnt 9 van de 10 keer dan nog gewoon prima. En dan ga je lekker op pad. Je gaat de stad in, gaat lekker op het terrasje zitten. Als je bij het strand zit, ga je nog lekker even naar het strand. En in Spanje helemaal, daar is het ritme heel anders. Dus daar eet je ook pas om 9 uur 's avonds ongeveer. Ben nog vroeg waarschijnlijk. Ja, ja, ja hoor. Ze komen gerust om 11 uur nog binnen ergens in een restaurantje om te beginnen met het diner. Ja. Dus tussen 5 en 8, 9 heb je gewoon echt nog een hele avond om van alles te doen. Ja. En in een stad, bijvoorbeeld vorige week in Sevilla, ja, dat is een prachtige stad. Als je daar gewoon alleen al rondloopt, word ik al blij. Hm. En dan hoef je niet eens wat te doen. Hoe voel je je dan? Voel je dan, want je bent niet op vakantie, je bent aan het werk, maar toch ook weer wel. Hoe voelt dat om daar rond te lopen dan? Ja, fantastisch. Ik word er echt intens gelukkig van. Ja. Ja. Maar ja. Je bent in je eentje gegaan, hè? Ja. Hoe snel leer je dan ook andere work, hoe noemen jullie jezelf? Workationers? Workation types? Ik denk niet dat we daar al een woord voor hebben. Nee, maar kom je die dan tegen? Jawel, ja. Ja, zeker de laatste tijd valt het me op dat er heel veel reizende mensen aan het werk zijn. Als je, ik wissel een beetje tussen hostels en eigen accommodatie, dus een eigen appartement. Aha. En bij hostels moet je dan niet denken aan 20 jaar lang levert lol, party. En nee, dat zijn niet de plekken waar ik naartoe ga. Maar je hebt best wel veel hele sociale hostels die echt wel goede werkplekken hebben. En als je dan om je heen kijkt in zo'n gezamenlijke ruimte, dan zit de helft daar achter een schermpje. Ja, ja, ja. Het is, ik zou af en toe wel eens denken, het is bijna niet meer leuk voor de echte reizigers die niet aan het werk zijn. Want op een gemiddelde dag, als je om je heen kijkt, zit iedereen op zijn laptop. Ja. Dus het is ook wel dat creëert ook wel een bepaald sfeertje. En iedereen is wel serieus aan het werk. En
Het is niet zo dat je, want dat zie je nog wel eens op zeg maar van die influencer social timelines, dat het in onmogelijke posities in de hangmat liggend op het strand met een laptop tegen de zon in. Ziet er echt enig uit op de foto, maar in de praktijk, nee. Nee, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Dus je moet wel gewoon een goede werkplek hebben. Hoe zit dat kostenwijs? Want ik hoor jou praten over een hostel en soms een appartementje, maar ik neem aan dat je ook ergens woonde in Nederland, zeg maar. Ja. Hoe heb je dat geregeld? Ja, ik heb de luxe dat er een vriendin van mij in mijn huis zit tijdelijk. Oké. Okay. En is het een kostenneutrale operatie? Of kost dat het kan het zijn. Ja, dat hangt ervan af wat je zelf wil natuurlijk. En hoe lang je weggaat. Kijk, als je een week weggaat, wat ik ook heel vaak doe, dan is het allemaal wat minder spannend. Maar als je wat langer weggaat, dan kan het wel interessant zijn om te kijken of iemand anders in jouw huis wil. En dat om wat voor reden dan ook zijn er wel meer mensen in je omgeving op zoek naar iets. En anders heb je natuurlijk altijd nog Airbnb als je dat wil. Ja. Wat je kan gebruiken, dat soort Want salaris technisch betekent het niks. In jullie geval, jullie hebben gewoon afgesproken, het blijft hetzelfde, je levert hetzelfde. Ja, kijk, mijn werk verandert niet. De enige plek is anders. Ik zit niet thuis in de regen in mijn eentje op een triest kantoortje. Klinkt wel heel zielig zo, hè? Je hebt best een leuk kantoor. Maar, maar ik zit op een andere plek en het zonnetje schijnt. En vooral om de werktijden heen ben ik veel gelukkiger dan dat ik thuis ben. En dat maakt dat je uiteindelijk natuurlijk als mens blijer bent en dus in je werk blijer bent en in het algemeen blijer bent. Dat is denk ik waar het in de grote lijnen wel heel veel om gaat. Wat zijn nog meer de redenen waarom werkgevers hier eens over na moeten denken? Nou, ik denk zeker voor werkgevers in de toekomst dat dit meer en meer een ding gaat worden. Je moet als werkgever gewoon aanpassen aan de arbeidsmarkt. En dit is wat mensen nu willen. Ze willen flexibiliteit, vrijheid. Vooruitstrevende partij. Dus ik denk wel dat je er serieus over na moet denken of je dit wil aanbieden. En het is een keuze, hè? Nee is ook een antwoord. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je erover na gaat denken. Het is je een beetje overvallen als het gaat om de aandacht, hè, die je hieromheen hebt gekregen. Hè? Je zit nou ook hier. Als ik je naam google in combinatie met Workation, dan vind ik krantenartikelen en weet ik van, loopt het uit de hand? Uit de hand nog net niet, maar het is me wel een beetje overkomen. Ja, ik had eigenlijk echt niets vermoedend gewoon op LinkedIn een leuk berichtje gezet toen ik wegging. Famos, op naar Spanje, laptop mee en ik werk even vanuit daar. Ja, dat ging compleet viral. Ik kreeg 80.000 reacties, berichten, niet alleen ik, maar ook mijn werkgever. Zoveel vragen die daaruit kwamen van hoe doe je dat dan? Waar moet ik aan denken? Hoe pak ik zo'n gesprek aan met mijn werkgever? Want ik wil dit ook. Dat ik dacht, wow, ja, hier speelt wel iets. Toen dacht ik, ja, dan is het zonde om daar niks mee te doen. Ik doe dit al jaren. Ik vind het ook leuk om erover te vertellen, om erover te schrijven. En nou ja, van het een kwam het ander. Ik heb ook een moment gehad dat ik ineens in de krant stond. Ik wist het niet eens. Hey, en wat betekent dat dan nu? Ga je daar meer mee doen? Want je hebt natuurlijk ook, want je bent niet van plan om volgens mij je werk vind ik steeds tof, toch? Ja. Misschien alleen maar leuker doordat je het op deze manier kan invullen. Absoluut. Ja, ik ben wel echt met een reden in loondienst. Ik ben wel altijd echt een ondernemend type geweest. En ik weet nog dat ik vroeger altijd echt dacht, ja, ik ga sowieso voor mezelf werken, want ik heb allerlei ideeën. Maar ik ben ook wel echt een teamplayer. En ik vind het ook heel fijn om met andere mensen te werken. En te leren van anderen. Samen op te trekken. Gezamenlijke doelen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, misschien ben ik dan toch meer een type voor loondienst. Uiteindelijk ben ik nu 12 jaar verder. En altijd in loondienst. Yeah. Dat is toch meer mijn ding. En dat vind ik ook gewoon fijn om dat zo te houden. Maar ja, wat er verder omheen gebeurt. Kijk gewoon wat er gebeurt. Ik speel erop in. En ja, ik krijg heel veel vragen. En dat is ook wel een beetje de reden dat ik ben begonnen ook met blogschrijven. Wat zijn de belangrijkste vragen die je krijgt? Vooral hoe zit het? Hoe werkt dit? Voor degene die in loondienst zijn, hoe ga ik zo'n gesprek aan met mijn werkgever? En in de breedte vooral ook, hoe werkt zo'n workation? Waar moet ik aan denken? Hoe pak ik dat aan? Wat is een geschikte werkplek? Wat komt erbij kijken? Het is best wel gewoon nog een nieuw begrip. Ik weet nog dat wij het er een tijdje geleden over hebben en dat ik al helemaal het begrip workation gebruik alsof het heel normaal is. Dat jij ook zei, maar even een stapje terug, wat is het dan precies? Ja. Ik zit daar helemaal in, maar voor heel veel mensen is het gewoon nog nieuw. Zitten er nadelen aan? Ja, ik heb ze nog niet ontdekt. Dat je met een te bruin hoofd terugkomt na een week. Maar ja, dat je te veel jaloerse reacties krijgt op je socials. Weet ja, je wel. Maar het is ook alweer leuk. Want het geeft ook alweer aanleiding om te zeggen, ja, je hoeft niet jaloers te zijn hoor. Want jij kan dit ook. Ja. Je moet alleen even de mindset hebben dat het kan. Ja.
Ja, wat je zei met de enige kanttekening. En dat natuurlijk, er zijn bepaalde beroepen waar het, gewoon, waar het lastig is. Maar er zijn natuurlijk in Nederland heel veel beroepen en functies en rollen die waar, waar het gewoon kan. En het is een keuze natuurlijk om een bepaald beroep te kiezen. Maar door de jaren heen verandert de markt. En ik kreeg echt letterlijk vanmorgen, dat is geen grap, nog een berichtje van iemand die zei, jeetje, Workations, ja, die wilde meer informatie, dat stuurde ik toe. En die zei, ja, dit wil ik ook, maar shit, ik heb een vaste positie waar ik op een vaste werkplek moet zijn. Dan heb ik misschien het verkeerde beroep gekozen. En met een knipoog van, nou, moet ik misschien omscholen. Maar dat zijn wel soort die kleine signaaltjes dat je denkt, ja, als dit de toekomst is en je wil dit, dan moet je daar misschien inderdaad over na gaan denken hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Ja, maar je vertelde ook dat er al iemand, zeg maar, Frankwatching had benaderd, omdat het blijkbaar een interessante werkplek is, omdat jij dit mag doen. Ja, ik heb gisteren op kantoor een nieuwe collega ontmoet die door mijn verhaal enthousiast is geworden. En we hebben zelfs twee nieuwe collega's op die manier die bij ons werken. Ja, omdat wij dit faciliteren, of nou faciliteren niet, wij dit kan bij Frankwatching. Ik denk dat deze video uitstekend materiaal is voor heel veel werkgevers om eens te gaan bekijken en eens te gaan nadenken hoe ze hiermee om moeten gaan. Ja. Mag ik jou danken, Alieke Ingeman, voor jouw verhaal. En wanneer ga je weer naar Spanje? Over 2 weken. Het is daar toch net wat lekkerder weer dan hier. Dus ik zit de winter even daar uit. Ja, rub it in. Dankjewel dat je mijn gast was. Ook jij kan gaan, Ron. Ja. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga naar Spanje. En wil je meer leuke verhalen zien, blijf dan hangen. Als je op YouTube zit, zometeen 2 nieuwe. En heb je geluisterd naar de podcast, volg ons vooral op Spotify. En ik vind het ook heel leuk als je een review achterlaat wat je van onze podcast en onze gesprekken vindt. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.